Bereid je voor op een spannende zondag, want Feyenoord staat voor een uitwedstrijd. Nou, Feyenoord fan. Als je geen Feyenoord nieuws uit de eerste hand wilt missen, abonneer je dan nu op dit kanaal, want we zijn altijd op zoek naar het laatste Feyenoord nieuws en hier ben je altijd op de hoogte van alles. Met het einde van het Nederlands kampioenschap kookt de backstage van de club van de speculaties over nieuwe aanwinsten. En een naam die aan bekendheid wint, is Pepe. De afgelopen maanden werd Feyenoord in verband gebracht met deze talentvolle speler. Hoewel Amsterdam op dit moment geen serieuze optie lijkt, zetten zowel Feyenoord als andere concurrenten Pepys naam bovenaan hun lijst voor volgend seizoen. Laat alvast je like achter in deze video, want het is voor jou erg belangrijk om het laatste Feyenoord-nieuws dat we hier plaatsen niet te missen, dankjewel. Doorgaan. Het laatste nieuws is nog intrigerender. Feyenoord-rivaal PSV plant volgens managementrapporten de komende weken een gewaagde stap. Het gerucht gaat dat ze bereid zijn een transferbot op Pepi te doen als ze zich zondag kwalificeren voor de voorrondes van de Champions League. Clubscout Rick Elfrink vermeldt in zijn artikel dat Pepi's huidige club Augsburg een aanzienlijk bedrag eist tussen de 10 miljoen euro en 11 miljoen euro om de speler vrij te laten. PSV is echter van plan om met een lager bot in onderhandeling te gaan. Met zoveel verwachtingen en actie achter de schermen wordt zondag een cruciale dag voor Feyenoord. Hoe dan ook, Feyenoord-fan, zou je Pepi graag voor Feyenoord zien spelen of niet? Zet je mening in de comments. Het is heel belangrijk voor ons Feyenoord. De mogelijkheid van een spannende transfer, gecombineerd met het belang van het spel, belooft een extra dosis spanning voor fans en voetballiefhebbers.